Zo maak je de allerlekkerste rookworstbroodjes. Snijd een groot vel bladerdeeg in vieren en maak inkepingen. Maak een saus van grove mosterd, dille, honing en sambal. Doe een lepeltje op het bladerdeeg en smeer uit over de dichte kant en plaats de rookworst erop. Vouw in en druk rondom aan met een vork. Smeer in met eigeel en bak in de oven. Het recept vind je in ons splinternieuwe kookboek Echt Keilekker.